Celia Berkers. Ik heb hier mijn eigen onderzoeksproject. En de bedoeling is dat ik promoveer in de scheikunde op de resultaten van het onderzoek hier. Na mijn afstuderen ben ik mijn promotieonderzoek eigenlijk begonnen aan Harvard in Boston in de Verenigde Staten. En daar heb ik het onderzoek opgezet. En daarna ben ik met mijn begeleider daar mee terug naar Nederland gekomen om hier verder te gaan met het onderzoek. Een van de projecten die ik bijvoorbeeld doe is, ik kijk naar een specifiek gedeelte van het immuunsysteem. Hoe dat in elkaar zit, hoe dat werkt bij het voorkomen van kanker. En ook hoe we dat dus bepaalde stukje van het immuunsysteem zouden kunnen stimuleren. Om zo uiteindelijk kanker beter te kunnen genezen of onder controle te kunnen houden. Ik vind scheikunde heel leuk om mee bezig te zijn, maar ik wil het wel heel graag in een context doen die maatschappelijk relevant. Dus ik heb toch wel het gevoel dat ik, dat ik ergens aan bij wil dragen. Toch probeer toch mensen beter te maken. Dat is toch het onderliggende doel. Ja, ik vind de chemie gewoon een hele leuke manier van tegen dingen aankijken. Je kijkt tegen dingen aan vanuit de hele fundamentele. Je gaat helemaal terug tot de basis. En dat is toch anders, denk ik, dan bijvoorbeeld medici die gewoon een probleem zien en dan kijken of ze dat kunnen oplossen. En wij kijken veel meer van hoe werken dingen.